Nee, we gaan er geen broek van maken. Een t-shirt, pagina 46-47. En daar zie je toch niks van? Van dit t-shirt. Kijken. 21B, bijna ook zonder. Maar dan zie je hem dus maar één keer staan. Ja. Zo is het. Met maat of zonder. En welke maat is dat dan? Ja, dat zit ook 146. Sweatshirt of t-shirt. Alleen geschikt voor tricot's toch? Ik heb nooit geweten dat het maken ervoor zo grappig was. Nee, ik ook niet. Achterpant, voorpant. Is het leuk? Sluitvies. Oh, dat is voor model L. Dus dat hoeft niet. Het is of een sweater of een t-shirt. Ja. Dit is de achterpant en dit is het voorpant. In gedeelte. Dus als je die gewoon op de stofvouw legt. Ja, dan staat die hier. Oh nee. Ja? Hier? Nee, deel 1. Dat ligt op de stofvouw. Kijk, hier bij de sweater hebben ze hem gewoon op de stofvouw gelegd. En daar kan je natuurlijk gewoon op de sweater doen. En dit zijn de mouwtjes. Ja. En wat? Oh, ze hebben het toen in tweeën gedeeld. Ja. Hier is een mouw. Moet je twee keer knippen natuurlijk. Want ze hebben de stof over de hele breedte. Dat is enkel. Ja. Maar als je hem dus zo doet. En dan moet je hem één keer knippen. Dan hoef je hem één keer te knippen. Hoef je alles maar één keer te knippen. Ja. En de mouwen van dat andere. Ja, kijk, hier ligt alles los. Maar dan is het gewoon 1 en 3 en 4 op dus de dubbele stof. Dat zou ik kunnen. Ik laat praten zo door een filmpje. Oh, we proberen het kapot te maken. Het is tot 4 april, man. Wat gaat er ook in? Je bent nodig, zeker. Zoiets, ja. En weet je wat je gaat eten volgende week? He? Zie je boodschappen al bij elkaar eens op? Voor deze week nog, voor volgende week. Wat wordt het? Ga je frituur van kopen bij de macro? Het is toch de Aldi folder? Nee, de macro folder. Oh. Misschien moet je kijken wat je doet. Oh. 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 Oh